Ze komt er wel heel dichtbij. Het is echt heel doodeng. In Winterswijk heeft de politie een inbreker neergeschoten. Tijdens een inbraak werd hij betrapt door de bewoonster. De man ging er vandoor, maar werd een paar straten verderop neergeschoten, omdat hij met een mes zou hebben gedreigd. Je wordt weer schoot en denk, oh, van die rotjes weer zo knal. Worden we nou schoot? Nou, natuurlijk. Nee, toch wel. Dan blijkt het toch wel te zijn. In Winterswijk kunnen ze het nog niet helemaal geloven. Maar even na 6:30 vanochtend zijn toch echt 2 schoten te horen in het doorgaans zo rustige dorp. De politie schiet in de Jacob Catstraat een man neer die met een mes dreigde. Even daarvoor zou hij een poging hebben gedaan om in te breken. Het bleek te gaan om de woning van de dochter van een verslaggever van Omroep Gelderland. Ze heeft de inbreker op hete daad betrapt en weet hoe hij eruit ziet. Ik zeg maar ja, hij heeft jou ook gezien. Ja, zeg ze. En dat kwam wel, dan komt dat wel binnen. Want ja, en nu dan? Want ja, je weet hoe het gaat. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis en hij komt daarna weer vrij. En dan, dan duurt het nog wel even, maar dan loopt hij gewoon nog weer op straat rond. De schietpartij leidt ook tot veel onrust bij andere inwoners van het Achterhoekse dorp. Ze zijn geschrokken dat zoiets bij hen kan gebeuren. Dat komt er wel heel dichtbij. Het is echt heel doodeng zo. De Jacob Catstraat is nog de hele ochtend voor onderzoek afgezet met rood-witte linten. Vermoed wordt dat de neergeschoten man deel uitmaakt van een bende van buitenlandse mannen. Winterswijk wordt de laatste tijd al overspoeld door inbraken in auto's, in woningen. Het zal gaan om toch wel een bende die daarmee bezig is. En ja, die voordat ze terug moeten nog even een beetje goud, geld en noem maar op mee willen nemen daar naartoe. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident.